Gevaar ligt op de loer voor Big Tech. De markt in de afgelopen jaren, moet ik wel eerlijk zeggen, is echt wel veranderd. Weet je, het is gewoon volatieler geworden. Hey, ook met OpenCash. Tim, Chris. Ik ben Barry. In deze video gaan we met jullie hebben over een belangrijk onderwerp. Want gevaar ligt op de loer voor Big Tech. Is het tijd om je tech-aandelen te verkopen? Tot nu toe is 2023 echt een, we kunnen wel zeggen, crazy jaar geweest voor Big Tech. Heel veel aandelen hebben echt gekke winsten laten zien. En in deze video gaan we jullie een aantal tips en trucjes leren die het leven van een aandeleninvesteerder gewoon een stuk makkelijker maken. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, weet je wat het is? Kijk, er zit een heel groot verschil tussen investeerders en traders. De markt in de afgelopen jaren, moet ik wel eerlijk zeggen, is echt wel veranderd. Weet je, het is gewoon volatieler geworden. Ik denk ook dat komt door een stukje toegankelijkheid van de markt. Iedereen kan tegenwoordig een accountje openen. Dat hebben we in COVID-tijd zeker gezien. De minimum deposit is ook veel, veel, veel verder omlaag gegaan. Dus ja, heb jij 100 euro, dan kan je ergens wel beginnen. Ja, zeker in de tijd van COVID-2020. Iedereen zat thuis en iedereen ging op zoek naar iets anders. En heel veel mensen kwamen dus uit bij, hey, misschien is dit wel interessant. Misschien moet ik hier wat mee gaan doen. Ja. In die periode hebben we ook heel veel views gekregen, omdat we gewoon zagen, ja, de interesse van mensen is er gewoon gigantisch naar dit product. Nou ja, naar deze manier van investeren, en dat snap ik. Ik vind het sowieso bijzonder dat het er daarvoor niet was. Nee. Maar logisch, mensen zitten thuis, mensen gaan op zoek en mensen vinden dan dit soort dingen. Ja, nee, maar weet je wat, het is in de basis start natuurlijk met investeren. En investeren, mensen zijn op zoek naar een stukje cashflow. Ja. En je kan zeker cashflow verkrijgen vanuit investeren. Probleem is, je loopt wel tegen een paar dingen aan. De markt werkt in de cyclus, dus je hebt wel een beetje de tijd nodig. Kijk, ben jij nu een paar maanden geleden ingestapt, was jij lucky, heb je geld verdiend. Maar dat betekent niet dat het volgend jaar en het jaar erop ook zo gaat werken. En dat is een probleem, want bij heel veel investeerders, ook bij traders zien we, daar gaat het hele verhaal niet over, dat ze op een of heel slecht punt instappen, of in een heel goed punt instappen. Nou ja, en dat ze dus niet met een andere markt overweg kunnen. Nou ja, we zeggen altijd, in een boelmarkt verdient iedereen geld. En als jij in een boelmarkt cyclus zit, of in een hele positieve fase van prijsactie, en jij begint daarin, ja, dan denk je, ja, ik heb dit in de vingers. Sky is the limit, ik kan dit. En dan gaat het ook allemaal goed, en dan gaat het ook allemaal lekker, omdat het allemaal omhoog gaat. En dan zit je gewoon op precies de juiste plek, op de juiste tijd, en dan gaat het ook allemaal heel erg lekker. Alleen kom je in een andere fase, ja, dan krijg je de deksel op je neus. En dan gaat het eventjes allemaal wat moeilijker. Ja, als we kijken even naar de Nasdaq. Want daarmee kunnen we is dan gewoon een graadmeter voor tech. Kunnen we de stijging zien van de afgelopen weken. Ik heb hem expres even op een lijnchart gezet. Want dan zie je gewoon het vooral de laatste versnelling. De blow-off of de expansie. Betekent niet dat het de top is, hè, trouwens. Maar dan komen we dadelijk nog op. Het gaat met de snelheid waarvan dat ding daalt. Hiervoor hebben we ook een redelijk rappe stijgt. Hiervoor hebben we een redelijk rappe daling gezien. Daarvoor een snelle stijging. En daarvoor was, dit was eigenlijk COVID. Ja. Die insane gekte, ja, dat is gewoon verbleekt al. En het grappige is, als ik dat blijf doen, is dat oude prijsactie de neiging heeft om weg te vallen. Het wordt kleiner en dat komt uit het principe dat onze economie is opgebouwd om alleen maar te groeien, alleen maar groter te worden. En daarmee bedoel jij, dit ziet er misschien heel extreem uit, maar dat is hier ook gebeurd. Ja. En dat is hier ook gebeurd. Ja. En dat is hier ook gebeurd. En dat is hier ook gebeurd. In al die periodes, je ziet dat misschien minder goed, maar daar zag het er ook zo uit. En dacht iedereen ook, wow, dat is wel extreem dit. Ja. Als we even kijken naar de bedrijven van de returns year to date. Dus dat is nu 6 maanden geleden. Ja, dat is gewoon vanaf start van het jaar. Ja. Nvidia. 192%. Ja, dat is insane. Maar verder ook, hè, als we kijken naar Meta, hebben we ook al eerder in streams natuurlijk meegenomen. Ook insane, Tesla. 133%. Tesla heeft gewoon weer heel goed gedaan. Carnival hebben we het van de week over gehad in de livestream toevallig. Dat mensen zeiden van, ja, ik sta nu bijna break-even, moet mijn geld eruit halen. Dat is ook een discussie die we in de stream hebben gevoerd. Maar daar zijn heel veel aandelen rap gegaan. Ja, vooral uit die tech sector. En je ziet dan hier een chipper. Ja, Carnival is natuurlijk geen tech. Een AMD, een Amazon zie je. En dan wil je ook even kijken, waar staan de wat grotere? Die staan natuurlijk wat lager. Maar een Microsoft, een Apple en een Google. Ja, alle 340% gestegen. En dat zijn bedrijven die gewoon dag in, dag uit geld verdienen. En het probleem een beetje van deze markt is dat het of super slecht moet gaan,
met het aandeel dan vooral, of supergoed moet gaan met het aandeel. Er zit niet echt iets tussenin. Voor investeerder opent dat wel weer nieuwe kansen. Want als het slecht is en je staat een beetje sterk in je schoenen, je schaalt het in en je schaalt daarna weer uit als het goed gaat, dan kan je heel veel geld verdienen. Ja. Alleen het probleem is dat door die volatiliteit emoties heel erg worden aangewakkerd. En daarom hebben we een paar regeltjes, trucjes voor deze groep. Het zijn gewoon een paar dingen. En schrijf ze ook gewoon serieus op. Leg ze neer. Ben jij aan het investeren in aandelen? Zijn dit dingetjes die je gewoon mee moet nemen bij het investeren? Geduld is gewoon heel erg normaal. Weet je? Heel veel mensen die denken, ja, ik wil nu, ik wil knallen, ik zie deze cijfers, ik wil die cijfers, ik ga er achteraan en als ze ze binnen een week niet hebben, worden ze zenuwachtig. Geduld is normaal. Dus het wachten kan je zelf tegen gaan staan. Dat je denkt van, ik zit nou al 3 weken te wachten. Die vraag krijgen wij echt regelmatig. Hè? Van, ja, ik ben al 2 maanden bezig met investeren, maar ik heb nog geen winst. Het gaat je vervelen. Het hoort erbij. Investeren is niet hetzelfde als traden. En ik denk ook dat is iets belangrijk dat vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Tuurlijk ben je als investeerder ook bezig met het managen van je risico. Tuurlijk ben je ook bezig met het nemen van winst. En in zekere zin kan je misschien zeggen dat het een hele grote trade is, een investering. Want je gaat uiteindelijk een keer ergens instappen en je neemt uiteindelijk een keer ergens winst. Dus het kan er wel ergens mee vergeleken worden, maar het is totaal iets anders. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, als je gaat investeren, doe je dat met een... Ik doe het even voor mezelf. Als ik zelf een aandeel koop, dan denk ik niet, waar staat het volgende maand? Dat interesseert me gereed. Ik denk, waar staat het eind van het jaar? Waar staat het jaar erop daarna? Wat staat het over 3, 5 of 10 jaar? Dat is een normale toekomstblik voor een bepaald aandeel. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Een ander probleem wat we heel vaak zien bij investeerders, en dat hebben we eigenlijk al vanaf dag 1 gezegd, is zorg dat je geen attachment hebt naar een stok. Word niet verliefd op een aandeel. Ja, het grootste voorbeeld wat we daarin kunnen geven is natuurlijk Tesla. Tesla. Iedereen dacht, ik vind Tesla kicken, ik vind die auto's gaaf, ik ga investeren in Tesla. Ja, dat is natuurlijk wat heel veel mensen dachten. Ja, maar dat is heel gevaarlijk. Weet je ook bijvoorbeeld, wat heeft ook een hele grote fanbase? In aandelen zien we dat misschien wel iets minder. Bijvoorbeeld in crypto zie je dat heel erg sterk. Maar in Apple ben je helemaal gek van Apple-producten. Dat betekent niet automatisch dat je het bedrijf moet kopen. Dan vind ik het aandeel Apple wel supergoed, maar je moet dat een beetje vermijden, waardoor omdat je dan heel snel erin wordt getrokken en dat je vooral die emotionele kant, en dat is de reden waarom heel veel investeerders alsnog geen geld verdienen, terwijl het een up-only market is, omdat je die emoties de overhand gaat geven. En dat komt niet ten goede van je investeringsbesluit. Nou ja, wat denk ik ook een heel belangrijk punt is de prijs voor een aandeel, de waardering, is niet hetzelfde als de intrinsieke waarde van een aandeel. Nee. Heel veel mensen die kijken inderdaad naar de prijs en die denken dat als de prijs hoog is, dat het dan ook goed is. Ja. En dat is niet helemaal waar. Nou ja, maar weet je wat het is? Kijk, uiteindelijk wat er op je chart geprojecteerd wordt, is wat de gek ervoor geeft. Ja. En dat daarin zie je heel erg met, als het slecht gaat, worden aandelen ondergewaardeerd. Als het goed gaat, worden aandelen overgewaardeerd. En daar moet je een klein beetje rekening mee houden. Hoe kan je dat nou voorkomen? Dat is door gecalculeerde risico's te nemen en systematisch een systeem te bedenken waardoor je dat soort risico's beperkt. En dat hebben wij in traden noemen we dat altijd mechanisch traden. Dan zou dit moeten zijn mechanisch investeren. Het voordeel is dat je bij investeren ook de cijfers in kan duiken. Dus je kiest gewoon een sector, je gaat gewoon de cijfers in en je legt gewoon de cijfertjes naast elkaar. Welk bedrijf staat er gewoon letterlijk het beste voor? En die koop je. Ja. Niet het naampje, niet de ticker, dat interesseert me gereed. Ik wil geld verdienen. Ja, maar dat is wat het is. En je moet daar gewoon doordacht in zijn. Weet je, denk vooruit. Durf ook contrair te denken. Ja. Want heel veel mensen die denken uiteindelijk met de markt mee. Analisten doen dat ook. Weet je, prijsadviezen geven. Ja, die mensen die volgen de prijs. Ja. Ze volgen letterlijk de prijs. Het gaat omhoog en dan zeggen ze, oh, het gaat omhoog. Dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. Maar een analist die een prijsadvies geeft, volgt de prijs, zoals ik net al zei. Denk daarover na. Ja. Die volgt de prijs, niet andersom. De prijs volgt niet die analist. De prijs die doet wat hij doet. En de markt doet uiteindelijk wat hij doet. Het is heel makkelijk om met de markt mee te lullen. Maar wat nou als, dat zie je natuurlijk heel vaak bij de banken terug. Hè? Dan gaan ze een koopadvies afgeven als die al een hele lange tijd aan het stijgen is. Ja. Of we hebben dat laatst gezien bij Viaplay. Was 60-70% onderuit gedonderd. En dan zeggen ze op dat moment, is denk ik niet verstandig om te kopen. Nee, dat begrijp ik als je al 70% gedaald bent. Dat is geen hogere wiskunde. Maar durf ook contrair te denken dus. Wij zeggen altijd, gigantische groene jongens,
ja, wacht dan even op een terugtest. Heel veel rode candles, wacht even op wat positieve prijsactie. Durf daar contrair in te zijn. En word niet de bullish als die markt omhoog gaat. Ga niet gelijk al bij 3 groene candles die horens uit de kast trekken, ga ze opzetten en denken, yes, we gaan. Of word niet de bearish als je een keer een rode candle ziet. Weet je, je moet daar een bepaalde balans in zien te vinden en niet meteen hals over kop conclusies gaan trekken. Ja, een groene candle is nog geen boelmarkt en één rode candle is ook nog geen beermarkt. Ja, maar dat is heel erg belangrijk. Hè? Want het zijn simpele regeltjes, maar ze zijn moeilijk vol te houden. Weet je, je zegt, ja, word niet bearish tijdens als een markt daalt. Heel veel mensen worden zelfs depressief. Weet je, en die zien een investering en die staat onder water. En op de bodem knikkeren ze die dingen eruit. En daarna zie je, vanaf oktober, is die zo hard gestegen. Zelfs al had je op de top gekocht, had je nog bijna met elk aandeel winst gemaakt. Want die zetten nu allemaal all-time highs neer. Ja, zo. Als we nog heel even teruggaan, dan wil ik even de huidige staat van de markt bepalen. Want dat is waar het nu om gaat. We hebben hier een Fear and Greed Index van CNN. Ik heb nog nooit in mijn tradingcarrière zulke erge volatiliteit gezien. Dus daarmee bedoel ik, laten we het nemen vanaf COVID. COVID dump hebben we gehad, daarna hebben we een onwijs explosie gezien. Dat was het printen van geld. Daarna zijn we eigenlijk met tightening, quantitative tightening begonnen. Dus de rente werd opgeschroefd. Ja, en eigenlijk, we zijn nog niet klaar. De pivot is er nog niet geweest. Nee. We zijn alleen maar gestopt en we hebben daarna zo'n gekke stijging weer gezien. Dat is... Nou ja, jij bent langer bezig met aandelen en investeren als ik ben. Ik heb dat soort dingen niet bewust meegemaakt, maar de data ligt niet. En je kan natuurlijk gewoon terugkijken. We hebben het net gehad in de chart over dat soort situaties als waar we nu in zitten. Vanaf COVID hebben we omcirkeld. Hebben we eerder ook al meegemaakt? Tuurlijk hebben we eerder meegemaakt dat dat soort prijsactie er was. Maar het was inderdaad, dat kan je gewoon terugzien. Wel degelijk extremer dan dat je gewend bent. Weet je, iedereen, en dat hebben we natuurlijk vaak aangehaald in video's de afgelopen tijd. Heel veel mensen die riepen altijd, ja, crypto gevaarlijk en volatiel. Ja, we hebben aandelen gezien die waren volatieler dan menig crypto de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk wel iets wat we in de aandelenwereld op die manier helemaal niet echt zo gezien hebben. Het is wel veranderd vanaf COVID. Ja, maar ik denk wel dat dit heel veel mensen toch aantrekt, omdat er veel geld te verdienen is in de aandelenmarkt. En daarom wil ik de mensen ook wel gewoon waarschuwen. Kijk, 9 maanden geleden, in oktober om precies te zijn, durfde werkelijk niemand aandelen te kopen. Niemand. Waarom niet? Staat hier, 1 year ago, extreme fear. Ja. Wat je er net al zei, word niet bearish in een dalende markt. Het was toen een dalende markt, maandenlang. Ja. En als je toen aandelen had gekocht, ja, dan had je zag het aan Nvidia, dan had je gewoon 2x gemaakt of zo. Ja, in aandelen is dat insane veel. Nu 9 maanden later, het staat er. Ja. Extreme greed. Ja, en daarmee... Niet dat wij uitgaan van wat een fear and greed indicator uiteindelijk aangeeft. Hè? Want dat interesseert me helemaal niks. We begrijpen zelf hoe de markt werkt. Maar hiermee willen we wel aangeven dat het naar onze mening helemaal niet gek is in deze periode om op Big Tech te zeggen. Want we openen de video met, moet je dan nu je Big Tech aandelen verkopen? Nou, wij zeggen altijd, je gaat nooit helemaal uit de positie. Maar winst nemen, ja, we hebben daar heel vaak op gehamerd de afgelopen jaren. En dat blijven we nog steeds doen in zo'n situatie als dit. Zeker als je wel de ballen had om een jaar geleden te investeren en je staat nu met Nvidia meer dan 100% in de plus. Is het niet gek om een stukje winst te nemen? Ja, maar dat is nog een ding wat heel veel mensen hangt. Van winst nemen, kan nooit slecht zijn. Nee. Zeker niet als jij op sommige aandelen gewoon plus 100% staat. Nou, er is nog nooit iemand armer geworden van een stukje winst. Maar en ze zijn bang dat ze de boot missen. En jij zegt winst nemen is niet slecht. De winst nemen is niet slecht. Die hele positie sluiten en uiteindelijk zien dat hij nog een keer 100% stijgt, want dat kan ook, hè. Ik weet niet wat Nvidia nu gaat doen, of wat Google of Apple nu gaan doen. Dat kan ik niet voorspellen. Ik weet alleen wel, op basis van de cijfers die geweest zijn, dat ze serieuze stijgingen hebben laten zien. En heb jij daar dus, misschien wel eerder als een jaar geleden, heb je daar al langere tijd geleden in geïnvesteerd, is het niet gek om een stukje winst te nemen en die winst in hetzelfde aandeel op een lager niveau, of ergens anders te herallokeren, om het gewoon ergens anders onder te brengen, of op het moment dat dat aandeel wel weer interessant is om terug te kopen. Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is bij het investeren. Ja, ik denk ook gewoon waar we vandaag de dag staan. Ondanks die sterke stijging dat heel veel aandelen eerlijk gewaardeerd zijn. Dat betekent dat je niet echt meer een edge hebt. Dus ze zijn niet meer ondergewaardeerd waardoor je de koopjes hebt. En ze zijn niet overgewaardeerd waardoor je inderdaad direct je hele positie moet sluiten. De gekte kan nog aanhouden. Hij kan nog hoger gaan. Dat los je op door niet je hele positie te sluiten. Wat je zelf heel erg goed moet beseffen is dat als jij een investeerder bent, ben je op zoek naar koopjes. Je wil gewoon letterlijk
dezelfde aandelen, of bijvoorbeeld vergelijk het met een kledingstuk of zo. Ja, als ik die in de korting kan kopen, koop ik hem in de korting. Als het dezelfde broek is, ja, dan betaal ik liever een tientje minder dan dat ik de eerlijke prijs betaal. Als je het zo zegt, begrijpt iedereen het wel. Dus doe dat ook gewoon. Je weet nu gewoon dat er extreme greed is. Je weet dat alles hard is gestegen. Je weet dat de markt redelijk gewaardeerd is. Is het dan verstandig om op groen te kopen? Nou, ik zou niet voelen, jij kan nu gaan instappen. Nee. Dat is het. Goed, wat denk jij zelf over de situatie op dit moment? Laat even een leuke reactie achter onder deze video. Abonneer even op het kanaal en smash even op de duim als je dat nog niet hebt gedaan. En onderaan deze video komen alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, supportlinks, alle informatie over Platinum. Alles staat daar. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag volgende keer. Later.